welkom bij de Drie Wijzen. De vierde heet Koert van Eigen. Dames en heren, welkom bij de Drie Wijzen. Ook u thuis, hartelijk welkom. Ik stel ze graag aan u voor en ik begin bij Erik Melaerts. Maestro, come sta? Onze tweede wijze is lang niet meer gezien op de BRT, maar nu ziet het toch weer Gommar Verwust. En als laatste in de rij, Walter Grootaars. Oh. Dag Walter. En dames en heren, we hebben twee fantastische leuke kandidaten, twee schattige meisjes. En ze luisteren naar de naam Karien. Ik zeg, ze luisteren naar de naam Karien, want jij heet Karien. Ja. En straks ga ik naar Carina. Ja. Leuk is dat, ja, hè? Karien, jij bent van Zedelgem. Ik ben van Zedelgem, ja. Zellegem, zeggen ze daar, hè? Daar zeggen ze Zellegem, dat. Ja. Karien van Zedelgem en in Zedelgem, daar is het leuk wonen? Ja, ja. Het... Wat doe je in Zedelgem, Karien? Ik werk dus als Familia Labster in een dienst voor gezins- en bejaardenhulp bij een van onze mutualiteiten. Dus dat wil zeggen dat jij van huis naar huis gaat om mensen te verzorgen en... Van deur naar deur. Van deur naar deur? Ja, van deur naar deur. Er zijn er zoveel mensen die moeten verzorgd worden in Zedelgem dat, je alleen maar buiten moet de deur weer binnen. Nee. Maar niet alleen van Zedelgem, nee, het is over heel West-Vlaanderen. Oh, dus je reist wat af. Je rotst wat af in West-Vlaanderen. Je kent het op als je duimpje. Ja. Karien, ben je al getrouwd? Nee, ik ben nog niet getrouwd. Zo, er zijn fans. Er wordt al meteen getoeterd daarom. Hoe zou dat nou komen, Karien? Ik denk dat hier iemand in de zaal zit. Die jou beter kent. Ja. Ja, we zullen daar niet dieper op ingaan. Dat doet hij straks wel. We gaan... De tegenkandidaten en dat is Carina, dames en heren. Applaus voor Carina. Ja. En Carina komt uit Valkenswaard in Nederland. En dat is dan wel weer goed. We hebben weer eens een Nederlandse kandidaat bij ons, hè? Ja. Dat is leuk. Ja. Carina, dat vinden wij fantastisch. Valkenswaard, waar ligt dat ergens? Bij Eindhoven in de buurt. Gewoon een klein stadje, dorpje, gemeente? Dorpje. Ja. Dorp. Ja, twee cafés in een kerk. Nou, iets meer cafés. Iets meer. Ja. Ga je graag uit is het leuk, leuk stappen in Valkenswaard? Lekker stappen? Leuk stappen in Valkenswaard, ja. Dat wordt ja gezegd in de zaal, dus zal wel. Ja. En dat doe je niet alleen, stappen? Nee. Wie neem je dan mee? Mijn man. Oh. Wat ouderwets. Dus je gaat gewoon met je man stappen? Ja, en wat meer vrienden en vriendinnen. En wat meer vrienden, ja, precies. Ja. Nee, zo hoort het. Is het en wat doe je dan verder, bedoel, qua beroep? Ik ben secretaresse. Secretaresse? Ja. Beeldscherm kijken. Dat is tegenwoordig het werk van een secretaresse, hè? Heel de tijd... Nou, niet heel de tijd. Nee, niet heel de tijd? Nee, af en toe is... Hoi, doei, maak een kopje koffie. Verder. Koffie, ja. Dat gaat wel lekker. Valkenswaard, u ziet het. Nederlanders spelen weer mee. Wordt gezellig. En we gaan kijken wat het wordt. Het eerste wat we doen is de straat op gaan. Want zo zijn we bij de Drie Wijzen. Gelijk de straat op met Chris van den Durpel. Kunt u eens de beste eigenschap noemen van uw vriendin? Goh, ze lacht altijd. Is geduldig. Dat hij graag werkt. Dat hij goed kan koken, hè. Begrijpend. Oprecht. Jovial. Zeer sympathiek. Spaarzaam, ja. Mag ik even iets vragen? Kunt u eens een paar goede eigenschappen van mevrouw noemen? Wat ik me afvraag, wat heb ik met al die mensen te maken? Dat ze het allemaal over mij hebben. He? Joviaal, sympathiek en zo. Ja, goed. De vraag is eigenlijk, wat zal deze man, die nu komt, antwoorden? Erik. Deze man heeft het daar heel moeilijk mee. We hebben maar net een flits gezien van de vrouw. En de vrouw heeft maar één eigenschap, namelijk een eigenschap. Maar, dus wat antwoordt die man? Hij antwoordt gewoon geen. Hij kan geen enkele goede eigenschap bedenken van zijn vrouw. En de interviewer zal er nog eens op aandringen. En het zal niet baten. De man kan geen goede eigenschap bedenken. Fijn huwelijk, zou ik zo zeggen. Gommar, wat? Toch wel. Veel goede eigenschappen heeft de vrouw. En eentje ervan, dat is dat ze kan rijden. En dat is voor die man belangrijk. Want, zegt hij... Als met mijn wagen promille. Met de wagen natuurlijk. Ja. Die hadden we al eens gehad, hè? Ja. Goed.
Want, zegt hij, als mijn promille meer dan 0,8 wordt, dan zit zij mijn promille. Wat is dat? Dat is zoals prostaat? Goh, maar... Ja, iedereen kent dat wel. 0,8 promille. Walter, is dus, Erik, heb je dat ooit al van gehoord? Als je 3 glazen drinkt, weet ik niet wat dan is. Bereik je dat. Oh, ik heb daar geen probleem mee. Ik drink van de fles. Goed. Ja. En dan is ze danig content, want dan neemt zij plaats achter het stuur. Handig. Walter. Nee, deze vrouw heeft een enorm goede eigenschap. Voor die man dan toch? Want zij brengt hem elke dag trouw zijn pantoffels als hij van zijn werk thuis komt. Maar ik kan die man wel enkele adressen bezorgen van enige alleenstaande honden die dat ook wel kunnen. En die veel minder geld kosten in onderhoud. En die honden kosten minder in onderhoud. Bon. Ik had het even niet gevolgd. Ik zeg het naar elkaar. Geen eigenschappen, zegt Erik Meelaerts. En Gommer die zegt ze kan rijden. En Walter die zegt ze brengt de pantoffels. Dat zijn de 3 mogelijkheden. Karin, Karina. Karina, Karina, where you've been for so long. Karin, wat doe je? 2. Je denkt rijden. Ze kan rijden, dat is een goede eigenschap. Ik denk het, ja. Ja. De meeste vrouwen kunnen rijden. Dus... Ja, maar jij kunt natuurlijk rijden, want jij moet heel West-Vlaanderen rondrijden. Hè? Rijden dus. Jee, wat zegt Karina? Geen goede eigenschap. Geen? Geen. Dat denk je? Ja. Heb jij goede eigenschappen? Jawel, heel veel. En uw man? Nog meer. Wat lekker gezellig. Ja, nee, in Nederland moet je altijd een beetje overdone doen. Hè? Wat gezellig, geweldig, leuk antwoord. Ja, doen. Gaan we even kijken wat het wordt. Goedemiddag, meneer. Mag ik even iets vragen? Kunt u eens een paar goede eigenschappen van mevrouw noemen? Nee, dat kan ik niet. Geen enkele? Karina, wat goed. Ja. Geen goede eigenschappen, betekent 1000 frank. Karin, pas op, hè. Ja, maar ik ben er nog, hoor. Je bent er toch nog, hè? Ja, ja. Ja, hè? Pas op, hè. We moeten er tegenaan. Dat genoffel, en dat wordt wel wat moeilijker voor Nederlanders, uit het plantenrijk komt, dat is inderdaad een feit. Maar wat betekent, wat is dat nou, een genoffel, Erik? Genoffel, Kurt. Excuseer. Van noffelen. Genoffel, excuseer. Noffelen is iets oprakelen. Mm-hmm. Met een fijne reek kan dat gebeuren. Mm-hmm. En een genoffel is een piepklein aardappeltje dat zo wordt opgerakeld. De genoffel. Het kleine, maar dappere aardappeltje. Een genoffel, een klein aardappeltje. Gommer, iets met rijden te maken? Nee, nee. Een genoffel. Genoffel, voilà. Een genoffel, dat is de juiste uitspraak. Ach zo. Is een jeneverbes. Dus het heeft toch iets met rennen te maken? Is het niet jenever? Nee, met drinken. Met drinken wel. Ja. Een jeneverbes volgens... Gommer, je zit daar tussen 2 langharigen eigenlijk, hè? Ja, maar ik doe mijn best. Ik heb niks tegen kort haar, zolang dat verzorgd is. Ja, want goed, nee, niet verder op ingaan. Wat is een genoffel, Walter? Een genoffel, dat is bij ons in Lier, waar ik vandaan kom, bij ons is dat een veelgebruikt woord. En dat kan een koosnaampje zijn, kan men ook een beetje beschimpend gebruiken. Schimpend. Men zegt dat... Van chimpanzee. Van chimpanzee. Men zegt dat makkelijk, genoffeltje, kom eens hier, of ga, genoffel. En dat is eigenlijk een anjer, dat is een bloem. Dat is een anjer, maar men gebruikt dat ook wel als koosnaampje of als een ander naampje eigenlijk. Dat is een anjer. Een genoffel. 7 genoffels, 7 rozen. Karina. Het is een piepkleine aardappel, zegt Erik. Het is een jeneverbes volgens Gommer. Nee, het is een anjer. Een anjer. Jeneverbes. Wat doen we? Wat denk je, Karina? Gokken? En hier gaan we naar een piepkleine aardappel. Ja. Karientje, mijn zoetje, een genoffelke. Een piepkleine aardappel. Het is een hok, ja. Ja. Het is een hok, dat is duidelijk, hè? In het West-Vlaams klinkt dat mooi, hè? Een hok. Dat is een verwachting. Ja. En Karina, die zegt een anjer. Ja, ik weet het echt niet. Je weet het echt niet? Nee. Weet je het echt niet? Nee. Je gokt dus echt ook. Gewoon, ja. Hè, paf, waar laat ik mijn hand vallen, boem. Ja. Weet je, Karina... Onvoorstelbaar, want wat is dit, Walter? Een genoffel is een anjer. Tuurlijk! Tuurlijk! Schitterend, hè? Ja. Ze blaast er even van, hè? Ja, straks krijgen we mee een bos genoffels. Jo Leemans, die zul je ook niet kennen, Karina. Jo Leemans, dat is een echt iemand... Ik bewonder haar. Ik luister
elke week naar haar programma. Zij doet het programma van oude platen op BRT1. Hè? En dan de 78 toerenplaten nog, die draait ze. En ze heeft zelf een gigantische carrière als zangeres gehad. Destijds nog met Francis B. You remember? Francis B. Louis Neves. En daar was zij dus orkestzangeres bij. En we gaan nu even naar haar kijken. Ik ben inderdaad bijgelovig, wat de Anjers betreft. Als ik bijvoorbeeld Anjers krijg voordat ik werk op een scène, gaat er altijd iets mis. Ik heb het al ondervonden, het is niet zomaar gewoon bijgeloven, het is echt. Ik heb 5 jaar geleden mijn eerste auto-ongeluk gehad nadat ik Anjers heb gekregen op de scène. En als ik Anjers krijg op de scène, dan... Ja, als zij Genoffels krijgt, wat gebeurt er dan? Jo Leemans, echt waar. Jo, als je me ziet, voor jou. Erik. Jo Leemans, de Miss Bouwman van België. Ook beter bekend als de Miss Bouwvakker, nu. Als ze geen gebroken been heeft, dan... Erik, vertel het eens. Wel, als Jo Leemans destijds die Anjers aangeboden kreeg, dan blokkeerde ze volledig. Ze werd daar helemaal... Ze sloeg daar tilt van. En ze wou ze nog het liefst wegsmijten, maar het zou onbeleefd zijn ten opzichte van haar fans. Dus ze gaf gewoon de bloemen terug. Ja, een gekregen... Om er zo snel mogelijk vanaf te komen. Een gekregen Genoffel kijkt me niet in de bek. Gommer. Ja, mistevreden, dat was een te hard woord, vond ik, maar... Ze heeft wel gezegd, dan zing ik slecht. En ik bedoel niet dat ik anders goed zing, maar dat gaat toch vele beter. Dus als ik het wel heb, zingt ze slecht, als ze Anjers krijgt. Hoe zegt u? Als ze dus Anjers krijgt, zingt ze slecht. Ja. Nee, ik ga een keer herhalen. Dan zing ik slecht. Kurt, wil je eens opletten, alstublieft? Wat is voor de kandidaat? En dan gaat ze verder en ze zegt, ik bedoel niet dat ik anders goed zing, maar als ik die Anjers krijg, dan gaat het nog vele slechter. Dat is het, ja. Volgens mij heeft ze heel wat Anjers gekregen. Fijn, ik denk het ook. Erik toch. Ach, stouteke. Walter. Jo Leemans, haar probleem met Anjers is... Trouwens, haar bijna was ook de Genoffel. Als ze Anjers krijgt, dan vergeet ze ook haar tekst. Ze is compleet haar tekst kwijt. Omdat ze dus bang is van die Anjers of wat dan ook. Ze heeft daar niet ooit eens mee voor gehad, wat ze juist verteld heeft. En daardoor begint ze gewoon haar tekst te vergeten. U ziet het, dames en heren. Wat Eddie Wally dan weer heeft met zijn eigen platen. Ja. U ziet het. Kijk eens, we hebben echt een studie gedaan naar Jo Leemans, haar relatie met Anjers, de enige relatie die ze nog heeft. Het was ofwel ze geeft ze terug, ofwel zingt ze slecht, ofwel vergeet ze haar tekst. Ja. Karin. Karina. Karin, wat doe je? Ze geeft ze terug? Ik denk het, ja. Ja, anders zou je iets anders gedrukt hebben, hè? Oh, ik heb een lekkere verhouding hier aan deze kant. Karina, wat doe jij? Ik geef ze ook terug. Je geeft ze ook terug? Ja. Jezus, wat een eensgezindheid, zeg. Ze hebben niet alleen dezelfde naam, drukken ze nog op dezelfde toets. We gaan het even aan Jo Leemans zelf vragen. Ik heb 5 jaar geleden mijn eerste auto-ongeluk gehad nadat ik Anjers heb gekregen op de scène. En als ik Anjers krijg op de scène, dan zing ik slecht. Ik bedoel niet dat ik anders goed zing, maar dan gaat het nog veel slechter. Wat jammer! Niets komt erbij. 3000-0, Karin. Er is trouwens een compact gereleased, Kanjers van Anjers, van Jo Leemans. Karin, je moet er tegenaan, hè? Je weet het, hè? Je hebt het begrepen, hè? Voor 4000 frank, dus je kunt er gelijk overheen. Maar het gaat wel over Herman van Veen. En tot nader order is dat nog altijd geen Duitser, maar nog altijd een Nederlander. Herman van Veen. Je kent hem wel, hè? Ja. Herman van Veen. Ja. Herman van Veen gaat nu voor ons zingen. Dek je. Daar gaat hij. Als hij komt overen, kwam al. Als hij komt toveren, boem, boem. Als hij komt toveren, boem, boem, Erik. Kwam Walter kreunend en dan een... Ik kan het niet meer lezen. Excuseer, maar daar moeten we niet voor kunnen toveren, zullen, kameraad. Moet gewoon nog kijken. Voor het kreunen, toch? Nee, werden alle dromen waar. Werden zingt wie? De bekende Nederlandse Bart. De bekende, enfin eigenlijk, de Miel Kool van Nederland. Nee. Als hij komt overen, werden alle dromen waar. Werden alle dromen waar. Gommaar. Dan kocht hij haar een nagelschaar.
Oh nee, 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 dat was het niet, dat was het niet, nee. Nee, 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 nee. Het was dus, was niemand de sigaar? Dat was het. Niemand de sigaar. Was niemand de sigaar? Want... Zij Gomaar. Zij Gomaar. Ja. Nee, Herman van Veen zingt wel als hij kon toveren, maar eigenlijk heeft hij het over zichzelf in dat nummer. Eigenlijk had hij moeten zingen als ik kon toveren, maar dat kon hij niet maken. Want Herman is, was of is nog altijd niet tevreden met zijn eigen voornaam. Hij vindt Herman eigenlijk ja, dat een beetje te Duits voor hem. En hij zet in dat nummer dan ook, als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. Als hij kon toveren, noemde hij zichzelf Gerard. Zo, een grapje van Walter. Het was ofwel. Gerard. Werden dus alle dromen waar, Erik? Kom maar. Was niemand de sigaar? Walter, noemde hij zichzelf Gerard. Zo, er is getoverd. Wat heb je gedaan? Om de twee gedrukt. Ja. Was niemand de sigaar? Ik ken het liedje dus. Ik ken het liedje? Ja. Ja, wat goed. Uitstekend, ik ken het liedje. Dat is simpel. Dat is makkelijk. Carina, jij kent het liedje niet. En wat heb je gezegd? Ken je het liedje niet? Nee. Zochtans een landgenoot van je. Ja, maar ik hou helemaal niet van Herman van Veen. Je houdt niet van Herman van Veen? Nee, nee. Ze houdt niet van Herman van Veen. Herman, wat heb je gedaan? Eén. Werden alle dromen waar? We gaan even luisteren naar Herman van Veen zelf. Als hij kon toveren, was niemand de sigaar. Zo. Karin, in één klap, 4000, 3000, sta je erboven. Lekker, hè? Ja, goed, hè? Dat is goed, hè? Ik vind dat ook. Ze vindt ze, goed, zegt ze. Alles vindt ze leuk. Vindt gezellig. Maar ondertussen wint ze maar, hè? Carina, laat je niet in de hoek drummen. We gaan een stukje film zien. Fragmentje. I know how much you love grandma and grandpa, and how much you wish they were here with us. So it's only normal to fantasize, but it's important to know it's only a fantasy. But it's not a fantasy. Maybe it would help if you talked to somebody about this, David. Mom, I don't need to see a shrink. They're not dead. They really did go to another planet. David, your grandparents are not in space. They're not in the television, and they're not coming back. They were lost at sea. You know that. They've been dead for 5 years. Een deur die plots open gaat. En wie staat daar, Erik? Your parents are not in Spain. Spain. Als u opgelet hebt op die jongen, die dus, wij, die dus niet Walter Grootaars is, omdat hij shrink zegt, is hij niet Walter Grootaars, nog niet. Ziet er een beetje bleek uit. Hij is namelijk, kinderen thuis, een drugverslaafde. Jezus. In Amerika bestaat dat nog. Hij heeft namelijk op het dak van de ouderlijke woning heeft hij een hele plantage wel van exotische planten die in gedroogde vorm het beste te genieten zijn. Vandaar dat hij zo'n rare ideeën heeft over zijn grootouders. Wie staat er aan de deur? Een speciale inspectie, de politie. Om te vragen wat er daar allemaal groeit en bloeit bovenop het huis. De politie staat voor de deur. Een deur die plots open gaat, Gommar. Die jongen heeft gelijk. De grootouders die daar staan, die leven nog, maar ze komen van een andere planeet. Zo eenvoudig is dat. Dus die deur gaat open en daar staan die grootouders wel? Ja. Volgens jou? Tuurlijk. Walter, zeg het mij. Nee, die jongen heeft dus wel inderdaad een grote fantasie. Die droomt daar wel van dat zijn grootouders gaan terugkomen. Maar de moeder doet de deur open en wie staat daar? De voltallige pers. Fotografen, camera's, al wat je maar wil. VTM, BRT, ze waren er allemaal, enfin, allebei. En ze willen haar interviewen over de uitlatingen die haar zoon gedaan heeft. Want hij heeft het dus al wereldbekend gemaakt dat die grootouders dus inderdaad nog leven en zouden gaan terugkomen. Dus de hele pers staat daar gewoon te wachten. Kijk eens aan. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Er zijn maar drie mogelijkheden, dus 30% kans goed. Politie volgens Erik Meelaerts, grootouders volgens Gommar, de pers volgens Walter. Dat is het, Karin, Carina, gokken maar. Wat doen we? Allebei gaan we naar de grootouders. Wat gek, hè? Ja, ja, een gok. Een gok. Maar je denkt dat het zo, dat lijkt je leuk. Je is zo bezig, grootouders leven niet meer, mama doet de deur open, hup, daar staan ze. Ja. Gezellig. Carina denkt er ook zo over? Ja. Ja. Heb je de film gezien? Weet je nee. Welke film het is? Ik denk Cocoon, maar dan de tweede. Het was Cocoon, de tweede, inderdaad. Hé hey, jongens, hier. Dit is geen filmquiz, dus gaan we gewoon even kijken. They were lost at sea. You know that. They've been dead for 5 years.
Hello, darling. En ja. Er komt van alles bij. 8000, 9000. Karin, je staat nog steeds aan de leiding. Maar het is een mooi score. Hè? Het gaat echt vermomd goed. Vermomd als grootouders. Het waren de grootouders, hè? Neem me niet kwalijk. Dank u wel voor deze ondersteuning. Moet daar eens mee naar de dokter gaan. En dan nu ga ik een vraag stellen waarvoor dat onze wijzen even moeten opletten. Want het is een moeilijk woord en daar zijn ze niet zo sterk in. Wat betekent defenestratie, Erik? Moet u dat nog eens herhalen, spelleider? Defenestratie. Klinkt wel pervers, vind ik. Ik zeg het zoals het gezegd moet worden. Ik moet het even neer bekijken. De, ont, niet, uit, fenestra. Ik heb ook naar school geweest, hè. Pas op, niet lang, maar fenêtre, fenestra, venster. En dan re, ja, uit de muziek, hè. Re, hè. Fenestra. Ja. Defenestreren. Dat is, het is iemand uit het raam gooien. Het wordt in de criminologie gebeurd. Dus D, uit. Fenestra, dus uit de venster. Re, dat zal waarschijnlijk Egyptisch zijn voor gooien. Dus uit het raam gooien van iemand, dat is defenestreren. Dus de defenestratie. Is een uit het raam gooien. Juist. Gommer, defenestratie. Ja, het is wel gecompliceerd. En het is dus niet uit de criminologie dat dat komt, maar het is eerder een muzikale term. Jullie zouden dat moeten weten, feitelijk. Ja, ja. Wanneer muzici improviseren, dan behouden zij meestal een bepaalde structuur. Ik volg. Maar sommige muzici die gaan buiten dit kader en improviseren vrij. En dat gebeurt dus meer in de jazz, bijvoorbeeld bij John Coltrane. Jan Kraagtrein, ja. Trompetist Miles Davis. Heerlijke vis van Mechelen, ja. Maar in de klassieke muziek is het vrij zeldzaam. En het is juist daar dat men die terminologie gebruikt. En het is defenestratie. Betekent dus free improviseren, maar in de klassieke muziek. Vandaar. Gomar, we zijn versteld, maar je weet er inderdaad blijkbaar heel erg veel over. Het zou Walter. Mijn eer zijn om door u beboet te worden. Ja, Walter weet veel minder over muziek, maar misschien des te meer over defenestratie. We gaan het nog eens ontleden, want Erik heeft ons op een dwaalspoor gebracht. Het is veel simpeler dan dat. Het woord is het eerst uit, alstublieft. Defenestratie. Ja, er komt geen schuien natuurlijk. Dat is top. Ja. Welke spijtig woorden hebben we daarin? Défense en fenêtre. Dus defenestratie is eigenlijk voorzien van kogelvrij glas. Een wagen of een bankfiliaal of wat dan ook. Voorzien van kogelvrij glas, dat is defenestratie. Alle drie op een rij. Hier komen ze. Defenestratie is volgens Erik uit raam gooien. Gommer, free improviseren in de muziek. Walter, voorzien van kogelvrij glas. Dat zijn de drie mogelijkheden. En mag gokken. Drie, zegt Karin. He? Dat betekent voorzien van kogelvrij glas. Een hok. Ja. Mijn hond wil het ook in een hok. Een hok. Ah, ja. Zit hier. Ondertussen hebben we hier, we zijn aan vraag 6, dus we hebben al 6 hokjes. He? Dat is toch al plaats voor 12 grote konijnen. En dan gaan we naar Carina. Op de 2. Nou. Free improviseren. Ja. Hou je van jazz? Nee. Nee? Nee. De natuur dat beweert van wel. We gaan even vragen aan onze panelleden wat het is. Het was? Erik, het was uit het raam gooien. Ja, onvoorstelbaar maar waar. Inderdaad. En geen punten. Ik ben geen leugenachtig type, Kurt. Nee, dat is waar. Je liegt nooit. Als hij liegt, dan is het gewoon dat wat hij niet weet. Nee, hij vergeet het. 9000, 8000, het blijft hier onwaarschijnlijk spannend. Voornamelijk voor de laatste vraag, want hier komt hij voor 7000 frank. De scores moeten opgedreven worden. En gaan we de straat op en daar vinden we de man met de meest onwaarschijnlijke naam, Donaat de Riemaker. Oh, nou. Oh, ja. Ja, Donaat stelde de vraag en daarna zijn we eigenlijk op zoek. Welke vraag was het, Erik? Ik vind het allereerst een schande dat deze wilde, seksueel hongerige vrouwen zomaar dus hun kreten kunnen slaken op televisie. Dus
cultureel barbaarsheid natuurlijk. Je mag vooral als u de vraag moest weten die dus door de bekende Donaat de Riemaker gesteld is. Is al deze vrouwen is voorgesteld of ze een avondje uit wilden met onze allerbeste Koen Wouters van de hysterische groep Clouseau. Waarbij deze vrouwen dus plots stilsloegen. Je kent Clouseau, Carina, moet ik even vragen? Van dus, Clouseau en daar gaan ze dan, die vrouwen. Goed, dat is de versie van Erik Melaert. De goeie dus. Kom maar. Nogal bij de aard getrokken vond ik, maar alleen. Ja, we hebben het er ook aardig voor. Dat is wie? Hij heeft het natuurlijk. Het was een verstandige vraag die Donaat gesteld heeft aan de dames. Hij heeft gevraagd wie is de president van de United States of America. Dat heeft hij gevraagd. Zo simpel. Op zichzelf natuurlijk zo geen bijzondere vraag. Maar Donaat die stond in zijn zwembroek met rolschaatsen. Zoals hij meestal rolt. Hij had toch die rolschaatsen aan zijn voeten. Toch niet in zijn zwembroek. En natuurlijk de mensen aan zijn voeten. Walter, wat mensen had Donaat aan zijn voeten? Rolschaatsen. Ja, ja. Dus de vraag... En natuurlijk, de mensen konden zich niet houden van lachen. En dat is de reden waarom dat zij niet konden antwoorden op de verstandige vraag die hem gesteld werd. De gekke outfit van Donaat de Riemaker. Als je gewoon zijn naam zegt, lachen ze ook zo. Walter. De dames reageerden eigenlijk nogal een beetje verlegen. Een beetje, daarom dat ze giechelden en van die kreetjes slaakten. Ik heb dat constant vol met die dames. Altijd een beetje verlegen. Maar de vraag was gewoon, mag ik eens een vraagje stellen? Vandaag interviewen we alleen maar mooie vrouwen. En zeg nu zelf, hoe zou je dan reageren als ze u die vraag moesten stellen? Ik weet het niet, ik zal het even vragen aan onze twee kandidaten. Hoe zou jij reageren? Vandaag interviewen we alleen mooie vrouwen. Nee. En als ik het aan jou vraag, Carina, vandaag interviewen we alleen mooie vrouwen? Dan liep ik door. Dan liep je door? Ja. Nou, op een rijtje, hier komen ze. Koen Wouters, volgens Erik Melaerts. De president van de USA, maar dan in een gekke outfit. En Walter die zegt alleen mooie vrouwen in het interview. De drie gokjes. Afdrukken. Zomaar. Maar je gokt er wel op, hè, op Walter. Vandaag interviewen alleen mooie vrouwen. Ik denk het, ja. Je denkt het. Ja. En dat denkt Carina ook. Alleen mooie vrouwen. Carina, Carina. We gaan samen kijken. Mag ik u een vraagje stellen? Nou ja, het ligt eraan, ja. We interviewen vandaag alleen mooie vrouwen. Oh, nou, dan kan ik beter doorlopen. Zo is dat. En dat betekent, Karin, goed voor jou. 15.000, 7.000 zijn erbij gekomen. Hier zijn er ook 7.000 bij gekomen. Even kijken, hoe zitten nou bij elkaar? 16.000 en hier staan maar 15.000 bij Carina. Het is een nipt verschil. Het was ongelooflijk spannend. Maar helaas, Carina, moeten we afscheid nemen van jou. En dat doen we met een ster. Die neem je mee. Waar ga je hem zetten? Op het werk, denk ik. Op het werk? Ja. Ja? Ja. Wat leuk. Een ster op het werk. Ja, dit is dus voor Nederland sterreclame. En hier hebben we een boekje, de bewogen jaren in beeld. De bewogen jaren in beeld, de jaren 80. Je weet wat er allemaal gebeurd is in de jaren 80. Nou, wij hebben ze al in beeld. Dus dat is leuk, dat neem je mee. Dan kun je op het werk ook lekker inkijken. Oh god, kijk nou, het begint al. Ja, daar ga ik niet verder op in. En dat was een leuk fotootje hoor. En Carina, wij geven jou een geweldig applaus. Ook jouw talrijke Nederlandse vrienden die zijn meegekomen. En eventjes met een blikje, een knipoogje naar Nederland, geef ik haar drie zoenen. Dag Carina. Ja. En aan de andere zijde zit een voorlopig reeds dolgelukkige Karin. He, want het gaat lekker. Je hebt zonder meer al 16.000 frank. Maar het kunnen er 316.000 worden, zoals je weet, Karin. Ja. 316.000, daarvoor moet je natuurlijk wel nog een inspanning doen. Mm-hmm. En dat is niet de gemakkelijkste. Nee. Maar je hebt er zin in. Ja, zeker wel. Absoluut. Dat kan ik mij voorstellen. Erik gaat een verhaal vertellen. Mm-hmm. Moet je even naar luisteren. Beste Karin. Zo begin ik mijn verhaal dus, hè. Vriendelijk, vrijblijvend, beste. Ik zal u vertellen hoe ik Kurt van Egem heb ontmoet en hij mij. Dat moet per ongeluk geweest zijn, dat kan niet anders. Het is wel enige jaren geleden toen Kurt de figuur vertolkte Rafael Goossens. Ik hoop dat u dat nog herinnert. Zeg maar Kurt. Rafael Goossens was toen dus het mediafiguur. En hij had een liedje opgenomen dat noemde Schep vreugde in het leven. En daar moest een clipje voor opgenomen worden. En iemand belde mij uit zijn entourage. Ik kende hem toen nog niet, hij mij ook niet. En ik ging door als een Russische balalaika-speler die toevallig in het land was. En ik moest in de clip namelijk balalaika
playbacken. Dus doen alsof, zoals wij allemaal wel eens doen, is het niet. En we hebben 2 dagen hebben we Kurt bezighouden met een tolk, een zogezegde tolk, want ik was een Rus en hij vroeg dan hoe het in Rusland was, nog voor de perestroika, en ik sprak dan een of andere Russische broebeltaal. En eens 2 dagen heeft Kurt geloofd dat ik echt een Rus was, totdat hij mij op het einde van de 2e dag een koffie hoorde bestellen aan de toog. En dan wist hij dat het niet waar was. Is dit verhaal waar of is dit verhaal onwaar? En wilt u allemaal zwijgen? Ik ben blij dat je de vraag stelt. Ik draai mij gewoon met mijn rug naar haar, want ik kan daar geen invloed op geven. Dat begrijp je wel, hè? Gezien dat het dus een verhaal is. Dus waar of niet waar, Karin? Ik denk dat het fout is. Ik denk dat het niet waar is. Kom achteraf niet zagen, hè? Nee. Kom maar. Heeft voor ons uiteraard ook een onwaarschijnlijk verhaal in petto. Met de Big Band van de BRT, onder de leiding van onze aller Freddy Sunder, heb ik ooit eens een liedje gezongen. En van niemand minder dan Paul McCartney. It's been a hard day's night. En ik weet daar natuurlijk alles over. John Lennon was de man die het gezongen heeft. En tegen de algemene regel van de groep in, want normaal, de maker van de liedjes van de Beatles, die zong het ook altijd. De titel komt van niemand minder dan Ringo Starr. Tot zover de historie van het liedje zelf. Maar bij de opname was net voor mij Jo Bogaert, de maker van de Pump of the Jump. Allemaal juist. En die heeft een liedje van Frank Sinatra gezongen, net voor mij, met de Big Band ook. En dat liedje was natuurlijk My Way, My Way. En om te bewijzen dat ik wel gezongen heb, luister allemaal goed. Jing. It's been a hard day's night. And I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. It's been a hard day's night. And I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. Maal 100. Yes. Ondertussen zijn de meisjes van 15, 16 jaar in de zaal zijn zich de haren met het hoofd aan het drukken. En er werd hier gegild en zo van... Helemaal, ik voelde me helemaal in de Beatles-sfeer terug. De tekst was toch duidelijk niet op je lijf geschreven, hè? Maar, I've been working like a dog. Karin, is het waar of is het niet waar? Ik denk dat hij daar te verlegen voor is, dus ik denk dat het niet waar is. Te verlegen? Kom aan, onze gommer. Onze gommer te verlegen. Oh, kent hoe je wel eens verlegen, ja. Nee. Walter, verlegen vertel zoals we kunnen doen, maar verlegen. Oei. Ik ga terug naar mijn zeer prille jeugd. Ah. En we gaan daarvoor terug naar Keulen. Wij woonden toen in Keulen. In Duitsland. Ik was een jaar of... Keulen in Duitsland? Ah, ja, oké. Okay. Ik moest... Ja? Het was niet Keulen bij Mechelen, hè? Keulen in Duitsland. In Keulen, ik was een jaar of 7. Wij kwamen daar juist wonen, we waren verhuisd. Moet je wat bij vertellen dat jouw vader dus militair was, hè? Ja, mijn vader was militair. Het bezettingsleger. Mijn vader was het bezettingsleger. Hij was alleen. Op zijn eentje. Enfin, wij kwamen van Aken. We verhuizen naar Keulen. De eerste schooldag. Wij woonden nogal tamelijk... Schooldag. Ding dong. Wij woonden nogal tamelijk ver van de school af. Werden wij in de straat waar wij woonden opgepikt door uiteraard een legerbus. En we stonden op dat moment, onze jongste was nog niet geboren, we stonden toen met 5 de bus op te wachten. 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar en 9 jaar. En we hadden afgesproken dat als de bus ging stoppen, ja, uiteraard, al de jongens van de straat en de meisjes van de straat daar gingen opstappen, hun plaats innemen van het vorige jaar. Je moest ook weten dat in die tijd, ik praat over 1962, dat in die tijd in Duitsland de officieren Frans sprekend waren en de onderofficieren Vlaams sprekend waren. En dat dat ook in de scholen zich vertolkte, want de Walen en de... Want de Walen en de Vlamingen, dat zat er toen, in die tijd bestond dat nog. Dat wrong nog een beetje. Dat kennen wij al lang niet meer hier in België. En we hadden afgesproken van, kijk mannen, we blijven bij elkaar. Maar we nemen wel de achterste bank in.
dat is de grote bank. Daar kunnen we met vijven naast elkaar gaan zitten. Oké, zo gezegd, zo gedaan. Wij stappen de bus op. Nu zit er op die achterbank zitten drie toevallig walen. Save the whales. Save the whales. En wij gaan beleefd vragen of wij met vijven die achterbank mogen innemen en dat zij dan op andere plaatsen plaats gaan nemen. Vermits het ook geen familie of broers waren. Nee, dat deden zij niet, want Vlamingen moesten maar van voor gaan zitten, de Walen zaten van achter. Ja, wij waren op dat moment wel thuis durven wel eens met elkaar vechten, maar eens dat we de deur uitgingen met vijven was het één tegen alle, alle tegen één. En per ongeluk loopt daar toch wel zo één van die walen. Ik denk dat die wou recht staan om door te gaan. En ik wou die helpen, want ik dacht dat die ging vallen. En die valt met zijn neus tegen mijn vuist. En hij hoorde die krijgt daardoor donderen. Uiteraard een stevige bloedneus op zijn wit schoolhemdje. 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 En wij natuurlijk, ik had toch wel een beetje schrik voor die avond. De bus vertrok. De bus vertrok naar het onderwijsinstelling. En ja. En s'avonds zijn we naar huis gegaan. We hadden wel afgesproken onderling van dat thuis niet te vertellen. Je weet het nooit dat we last zouden krijgen met vader. Maar inderdaad, zoals regelmatig bij ons gebeurde, ging rond 7 uur de voordeurbel. En stond daar een Frans sprekende officier. En we waren allemaal zeer benauwd, maar ons vader, een fiere Vlaming, heeft de deur voor deze Waalman dichtgesmeten. En al zijn zonen, de Waalman. En al Patrick zijn de Waalman. En al zijn zonen unaniem gedecoreerd en gefeliciteerd voor deze daad. Is dat waar, Karin? Is dat waar? Het is een schoon verhaal, maar is het waar? Zijn verhaaltjes zijn meestal waar, dus ik zeg dat het waar is. Waar is. Is het waar, Walter? Nee. Ja. Erik, was jouw verhaal waar of niet waar? Het was niet waar. Hey. En dan nu? Je weet het, hè? 16.000 of 316.000. Wat denk je? 16. Denk je 16? Sla eentje over en dan wil ik staan. 16, denkt ze. Gommer, is het verhaal waar of niet waar? Waar. Hij heeft inderdaad ooit gezongen. En Gommer, voor welk programma was het? Programma van Geert Hosten. Ja. Dat is een BRT-programma op radio tussen 1 en 2. Ja, moet het is opgenomen, maken, maar het moet nog uitgezonden worden. Ja, maar we gaan niet luisteren, zeg maar. We gaan niet luisteren. Ik had de CD komen. Maar Karin, het betekent, mijn lieve Karin, dat ik jou met een eenvoudige driewijzerster, maar toch nog 16.000 frank moet naar huis sturen, naar Zellegem. Zo zegt men dat daar, naar Zedelgem. Maar dat is niet erg, Karin, want je vond het leuk om mee te doen. Ja, en ik ben heel tevreden. Je bent heel tevreden. Ja. Karin, we geven jou samen met drie kussen een geweldig applaus. Voor ons, Karin. Zo is dat. En, dames en heren, je ziet het, hier is altijd feest, altijd gezellig. En volgende week is het weer feest, dus waarom kijkt u niet samen met ons mee? Volgende week drie wijzen op hetzelfde uur. Tot dan.